De Botsman. Baan 5 voor de Venen, Wessel Everlo. Baan 4 voor Zwemvereniging Horen, Bas Takken. Baan 3 voor ZPC Oerden, Thijs van den End. Baan 2 voor Bidex GZC Donk, Tim van Duren. En op baan 1 voor Amersfoort, Thijs van Hofwegen. Nederlandse korfhouders in het water voor baan 1 in de S7 categorie Thijs van Hofwegen. Baan 3 in de S1 categorie Thijs van der Rent. En op baan 8 in de S4 categorie Michael Schoenmakers, houders van het Nederlands record. Dus op deze afstand Bas Takken aan de leiding 29-52. Met een mooie 204-55 deze ochtend. En na de eerste 50 meter dus aan de leiding. Bas Takken dus aan de leiding nog steeds. In deze 200 meter de vrije slag Paralympische finale. Samen met Thijs van der Rent, de houder van het Nederlandse record, aan de leiding. Morgen dat het Nederlandse record en op dit moment zitten zij daar mooi onder. 1.33.95, vanmorgen nog 1.37.45, dat zijn niet goed, 1.35.60 voor Thijs van den End. Dus weer onder de Nederlandse recordtijd voor Thijs van den End in baan nummer 3. Hij ligt naast Bas Takken in baan nummer 4 die aan de leiding gaat. De winst op gaat eisen in deze 200 meter vrije slag. Maar het is Thijs van den End die weer een nieuwe toptijd zwemt. 2.06.17 is een nieuw Nederlands record. En Michael Schoenmaker, 2.20.83. Dat is net zo snel als vanmorgen. We zien de 2.25.93 Thijs van Hofwegen. En Michael Schoenmaker is natuurlijk ook een Paralympisch zwemkampioen. Vele medailles gewonnen op grote Paralympische toernooien. En ook hij weer onderweg naar de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro. Een week of twee na de Olympische Spelen worden die gehouden. En vandaag zullen we Michael Schoenmaker weer terugvinden. Maar hij gaat hier naar de finish. En hij doet dat in een mooie 3.09.27. Ook dat is een nieuw Nederlands record.